Hey iedereen, welkom terug. Dit is terug Tom's Retro Corner, TRC underscore live. Ik ben uit de cave geraakt. Hey! Dus dat betekent dat we nu Zapdos en Articuno hebben. Dus hetgeen dat we nu nog moeten doen is Moltres gaan vangen. Maar Moltres zit in de Victory Road. Dus dat is waar dat we nu naartoe gaan. Wij gaan onze badges laten zien. Maar eerst is er nog een fight met Gary. What a surprise to see you here. So you're going to the Pokemon League, you collected all the badges too, that's cool. Then I'll whip you TRC as a warm up for Pokemon League, come on. Okay. Nee, we gaan niet switchen. Execute. Ja, we gaan change mijn Raichu. We gaan Thunderbolt doen. Alakazam. Charizard. Pak Lapras maar. En we zullen gewoon Surf pakken. Dat is alles, voilà. Dat was Gary. Dus nu de Victory Road. Je moet overal al je badges laten zien. Dus dit is de tweede badge al. Epic muziek van de Pokémon League ook. Thunder badge. Yep, yep, yep. Rainbow badge. We have the rainbow badge. Even surfen met Lapras. Dit is de Soul Badge. De Mars Badge. Dit is de Volcano Badge. En dit is de Earth Badge. Van Giovanni. Okay, boys. Dit is Victory Road. Ik moet even kijken, want het is al heel lang geleden. Ja, dan moet dus naar dat T-Pex. Sorry voor het gemauw op de achtergrond. Dat is mijn lieve kat. Die niet buiten mag omdat hij iets aan zijn pootje heeft. En dat beest wordt gek. En ik word ook gek van hem. Dus dat is een buitenkat. Zit heel graag buiten. En nu dat hij niet buiten mag, is er echt niks mee aan te vangen om eerlijk te zijn. Heel lief beestje, maar... Oh, een Marowak. Die gaan we gewoon verslaan. Voilà. Godver, ik had echt beter Max Ripples gekocht. Maar het is nu maar zo. Voilà, kunnen we hierdoor? Ja. Wacht. We hebben dat niet nodig, dat is een item. Maar we moeten daar helemaal niet zijn. Ik ga geen trainers verslagen als het niet meer moet. Want ja, we zijn nu level 70 en level 100. En dat is meer dan genoeg voor de Pokémon League. Die steen moet naar daar. Nee, surf is het niet. We hebben Lapras nodig dat strength kan usen. Voilà, dat is één. Voilà, dan is dit weer open. Verdomme, een trainer. Ja. Voilà. Daar is onze laatste Legendary Bird al, maar we moeten er nog raken ook. En ik weet de weg niet meer, zoals altijd. Dat zijn jullie al gewoon van mij, dat ik de weg niet weet. We moeten alleszins die boulder naar daar krijgen. En dat is een serieuze... Ja, verdomme. Oh, een Golduck, zo nice.
Legendarische vogel. Is dat enkel voor de item? Oh, fuck, we waren te snel. Er zijn hier allemaal wel goede trainers en zo, maar. Ik denk dat we die boulder moeten meepakken. Als het goed was. Ik ben er vrij zeker van dat het zo moet. Oh, een Max Reaper had toch echt handig geweest. Wacht hè. Zo. 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 Probeer het een beetje door te spoelen voor jullie, dat je er hier niet allemaal naar moet kijken. Voilà, dat is dat al. Aha. En dit is Moltres. Voilà, dat was Moltres. Voor de rest is hier niks. Ah, meen je dat? Verdomme. Oh, een dugong. Als iemand de zagende zeur wilt zien, dit is T-Pex en die zaagt dus om buiten te mogen. Een heel lief beestje, maar amai. Oké, waar waren we? Ah, kan die echt zo ver? Dat is een Bellsprout, dat is een Weeping Bell en dit is een Victory Bell. Voilà, fantastisch. Ik weet totaal niet waar dat uitkomt. Ah ja, ja, dat heb je nodig om. Ja, 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 oké, ik snap het, ik snap het. Voilà, dus nu zal dit moeten open zijn. Dus onze fiets pakken. En dat was Victory Road. Oh. Waarom weet ik dit ook niet meer van buiten? Goh, ik ben zo'n ramp in dingen van buiten om te houden, hè, boys en girls. Maar alleszins, hey, we zijn er geraakt. Dit is de Pokémon League. Ik ga eens even wat dingen storen dat we niet nodig hebben. Oh nee, niet met een bicycle. Nee, 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 nee. Dus... Voilà, dus dat zou het moeten zijn. Hier kunnen we wat dingen kopen dat handig zijn. De 30 is wel genoeg. Dan een Max Potion. En een Full Revive. Hadden die Full Revives? Nee. Het is een gewone revive geworden, dus... Voilà, hiermee zouden we de Pokémon League moeten kunnen uitspelen. Dus, we hebben vandaag door Victory Road gegaan en we hebben Moltres gevangen, dus dat is al super nice.
Volgende episode zal waarschijnlijk de laatste worden, want we gaan de Pokémon League uitspelen. En dan is jammer genoeg het spel eigenlijk gedaan. We hebben nog één ding dat we erachter gaan doen. Dus, maar dat is voor volgende episode. Dus allemaal super bedankt om te kijken. Als je het cool vindt wat ik doe, kun je altijd een like droppen op de video op YouTube. En subscriben op mijn kanaal. Allemaal super bedankt om te kijken. En ik zie jullie graag de volgende episode terug. Yo, salukes!